L1 Radio heeft in 70 jaar historie al veel legendarische uitzendingen gehad. Deze van de 31ste mei 2015 komt daarbij. Ik ben nog Fijk. Fijk heeft een zier van Runt. Ik zou snel in maken. Goeie paas. Dit moet er weer. Paulussen. Paulussen. Doelpunt. Doelpunt, Roda. Mitchell Paulussen. En ze vliegen en nemen mee allemaal de log in. De Zuse van Stemmermans schoon. De vlucht naar de Wat een schitterende bal. Vlak voor Runt van Mitchell Paulussen. We zitten in de verlenging als NAC dan op een hele discutabele manier op 1-1 komt. Gaat deze bal over de lijn of niet? Ook op radio is het niet duidelijk. Nee. Bij de eerste paal in elk geval hebben we gezien dat tijd Bart Biemans komt te indraaiende bal van Leert. Lievelen die staan en dan gaat erin of niet? Zoete of niet? Maar is de kop al over de lijn? Ik denk het niet. Blom blijft staan. Jawel, hij geeft een doelpunt. Ja. Hij geeft een doelpunt. Ja. Kevin Blom zegt ja. Hij geeft een doelpunt. Ja, dat moeten we dan op de beelden nog maar eens terug zien. Leek erop alsof Kevin Blom hier toch fout zit, maar Roda recht de rug en komt terug. En het gaat via Jansen, De Moesje en natuurlijk Van Hiefte. Anko Jansen moet dan even inhalen, het Wierman voor ze. Kunt er voor ze, De Moesje. De Moesje doet het op dit moment. De Kunt er! We zitten erin! Dan Van Hiefte brengt de 2-1 op het bord en dat kon het wel eens zien. Het redden van Roda JC. Want nu moet NAC Breda een aantal keren scoren. Ik denk zelfs 3 keer moeten scoren. Rob Koos is de perschef liggen te janken. Frans Timmermans zit tranen in de ogen. En dan gaan we naar de laatste seconde. Kadouini, Rick. Zo deed het van de school vertrekken. Ik durf niet te kieken, maar ik ken het wel. Ik kijk allebei niet. Voor Luis Kadouini. Centraal, daar komt Kadouini. Kadouini en een niks aan de hand. We hebben hem. We hebben de Eredivisie. Rode JC gaat terug. Kijk van Peppe. Ja, echt wel. Rode JC in de Eredivisie. Fantastisch. Nu wil ik Frans Timmermans aan de zin. Er zit het te juichen wie in de gek. Frans, kom gauw. Frans, dat is het. Ik moet naar de kleedkamer. Die jongens hebben zo goed gespeeld. We zijn in de Eredivisie. Ziek van Kerkrooy en Limburg. Geweldig voor Limburg. Oké, Frans gaat nu naar onder toe. Dan gaat naar de spelers toe. Roda terug in de Eredivisie. Maaskant in tranen. U hoort in het vanmiddag live van John Banier en Rick Remers.